De verkeersmaatregelen op de Leidse Bostelbrug zijn van start gegaan. Sinds donderdagmorgen 5 uur 's ochtends staan verkeersregelaars om het verkeer om en om over de brug te leiden. Vrachtverkeer mag helemaal niet meer over de brug en wordt omgeleid. De brug tussen de Prinsessenkade en het Kort Rapenburg moet met spoed ondersteund worden, omdat de brug sneller achteruit gaat dan verwacht. De gemeente moet stalen buizen gaan plaatsen om de brug te ondersteunen. Samen met verkeersregelaars gaat dit de stad zo'n €600.000 kosten. Tot juni staan de verkeersregelaars er. De vervanging van de brug en het gebied eromheen staat gepland voor 2021. De stalen buizen blijven tot die tijd liggen. Het doet een beetje denken aan 2016. Toen moest de Jan van Houtbrug dicht vanwege scheuren. Uit onderzoek bleek toen dat de brug niet meer aan de veiligheidsnormen voldeed. Zorgde voor een verkeerschaos in de stad.